De kunstgrasbanen van tennisclub Volharding zijn helemaal vervuild door het water. De KNLTB, Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond, heeft een bezoek gebracht aan de tennisclub en de kunstgrasbanen afgekeurd. En de gravelbanen, die worden momenteel vernieuwd. Het water heeft op een bepaalde hoogte over alle velden gestaan. Het is van achteruit de geul overgestroomd. En dus de schade is heel groot. De eerste drie velden, de gravelbanen, daar is een laag slip op geweest. Die moest helemaal verwijderd worden. En de totale gravel is mee verwijderd geworden. En er komt een nieuwe toplaag en een nieuwe gravellaag overheen. De vrijwilligers hebben geprobeerd te redden wat er te redden valt. Helaas mocht er niks aan de tennisbanen zelf gedaan worden. De vrijwilligers hebben de kantine helemaal op met 15 personen ongeveer. Op één dag de hele kantine en eromheen, kledingkamer, alles gepoetst. Dus dat is in één dag wel gelukt. Maar aan de banen mochten we ook niks doen, omdat dat gevaarlijk was met dat slip wat erop zat. Dus dat mochten we niet. En heeft de gemeente toen toegezegd, die zijn komen kijken, wethouder en ambtenaar. En die hebben toen toegezegd om het in orde te maken. Wat de precieze schade is, is nog niet bekend. Gelukkig hebben de leden voorlopig een aantal alternatieven om toch nog te kunnen tennissen. Ja, we zijn dus 2 jaar geleden samengegaan met Ulistraten. Die zijn bij ons komen tennissen, maar hebben nog een paar jaar hun eigen park waar 3 banen, kunstgrasbanen liggen. En daar kan nu getennis worden. En we hebben een aanbod gekregen van Bunde. En daar hebben we dus ook 1 baan kunnen we reserveren in Bunde, die voor ons voorlopig voorbehouden blijft. De tennisclub hoopt dat de 3 gravelbanen in september weer bespeelbaar zijn. De kunstgrasbanen kunnen daarentegen niet gerepareerd worden.